Verder over het transferbeleid. Er zijn nogal wat mensen op de internet die vinden dat er heel veel matige spelers aangetrokken worden. We hebben het er net al even over gehad, bijvoorbeeld over Nijs. Maar wat ook vaak genoemd wordt is Buijs, Martinez, Smelts, Overtoom. Calabria wordt ook genoemd. Van Huizen, Cruz Vicente. Wat is jouw mening daarover? Nou ja, kijk, ik vind deze allemaal op één kam scheert. Dat vind ik niet terecht. Eén heeft meer gebracht dan de ander. Kijk, Danny Buijs. Ja, als je die achteraf ziet, ik heb hem toevallig deze week gesproken, hij was op kantoor, dat geeft al iets aan. Hè? Want hij heeft bij ons maar een jaar gespeeld, of gespeeld is aanwezig geweest, hij heeft bijna niet gevoetbald. Ja, kan ik niet zeggen dat ik daar happy mee ben. Ik denk hij nog minder. Want ik had wel verwacht dat dat een leider zou zijn op het middenveld. Sidney Smels was een aantrekkelijke, snelle speler. Die we hadden gehoopt dat het een versterking zou zijn, omdat je het nu moet doordoen. Die heeft niet gebracht wat hij moest brengen. Je hebt ook spelers die bij ons niet aan het voetballen kwamen. En bij de andere club wel weer heel goed speelden. En waar ligt dat aan, denk je? Ja, kijk, het allerbelangrijkste wat ik vind is, ik ben zelf trainer geweest. Er moet altijd op de eerste plaats een hele goede match zijn met de trainer-speler. Kijk, Nathan Rutjes, om een voorbeeld te noemen. Nathan, die speelde niet onder Michel. Er werd er respectvol met elkaar gedaan, maar je zag dat die niet speelde. Nou, Nathan heeft 7 jaar bij Sparta gewerkt. Nathan heeft heel veel salaris ingeleverd. Nathan vraagt aan mij, ja, ik heb geen zin om nog een jaar te spelen. Toen heb ik gezegd, Nathan, als ik jou moet verkopen met nog een jaar contract, kom je nergens aan de bak. Ik vind, en dat zal ik altijd blijven doen als technisch directeur, een speler die zoveel heeft betekend en zeker weet dat hij bij de trainer geen kans meer krijgt, ja, die laat ik gewoon gaan. Want dat vind ik gewoon zonde. Dan ga je nieuwe jongens een kans geven. Door het vertrek van Nathan, die het fantastisch doet bij MVV, zijn jongens wel als Hoessein Doğan en Jeremy de Nooijer hebben meer speeltijd gekregen. Ja, maar blijven we over die transfers. We missen het spelers die we gehaald hebben. De succesrate is niet zo heel erg hoog, hè? Nee. Ik heb het op een rijtje gezet, maar je komt toch een namen tegen als Marco van Duin en Twan van Huizen, Martijn de Vries. Tom Overtoom, Jens van Zonne heeft het ook niet gebracht. Er zitten best wel wat missers tussen. Ja. Reken je jezelf aan? Ja, natuurlijk. Kijk, heel simpel. Had je dat kunnen voorkomen? Nou ja, ik denk dat, kijk, als technisch directeur heb je gewoon de verantwoording om zo goed mogelijk spelers te halen. En dan kom je eigenlijk wel uit dat je misschien wel bij een stukje techniek, dat noem ik maar Ortec, beter in beeld brengen, past een Jens van Zonne bij Sparta. Moet je die halen? Moet je daarmee aan de slag? Wil je daarmee aan de slag? Cruz Vicente vind ik fantastisch. Jens van Zonne heeft het moeilijk gehad. Ja, dat zijn situaties. Calabro, ja. Oké, ik wil wat betreft het transferbeleid wil ik nog één punt aanhalen. Want de situatie begint toch wel kritisch te worden. Ik zie dat iedereen zijn glas bijna leeg is. Dat is nog maar 20 minuten nog. de keeperswissel. Pellas die is vertrokken. Klopt het dat die transfer vrij is vertrokken? Ondanks dat hij nog een doorlopend contract had? Ja. Dat klopt. Hoezo is dat? Ja, kijk, soms kun je niet alles vertellen. Je kunt heel open zeggen hoe het is gegaan. Met Nico heb je natuurlijk bepaalde afspraken. Wat ik net ook zei over een aantal rondjes. En als trainer ben je niet bezig met die groepen, ben je wel bezig met een individu. En met Nico heb ik regelmatig gesprekken gehad over zijn toekomst, over zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst. Waar wil je naartoe? Waar kun je naartoe? Wat heb je voor ogen? Wat kun je nog opbrengen? Wat wil je niet meer opbrengen? Waar heb je last van? Ja, uiteindelijk moet je dan een besluit nemen. En ja, die doe ik. Oké, dus hij is transfervrij. Heeft dat toevallig met Roda te maken of niet? De wedstrijd tegen Roda? Er is nog wel wat kritiek geweest op het laatste doelpunt namelijk, op zijn persoon. Ja, dat is veel kritiek geweest. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Ja, maar goed, uiteindelijk, het lijkt erop hoe je het antwoord geeft, dat er wel een clausule in zijn contract stond. Nee, ook niet. Niet? Nee. Dus, maar dan is het toch gewoon feitelijk transfergelden die op de balans zijn van Sparta, die je kan ontvangen, die doe je daar toch mee te niet. Nee, maar je hebt geen transfergelden, je mag niet vooruitlopen op transfergelden, zo werkt dat niet. We hadden niet voor een behoorlijke keeper als Pellas een paar euro's kunnen krijgen? Ja, ik niet. Nee? Nee, dus laten we zo zeggen, we hebben natuurlijk lang afgewacht. We hebben met Nico en vroegtijdig stadium over gesproken. Dat doe je al voordat we een keer zijn contract verlengd hebben. We hebben een keer zijn contract verlengd om te kijken, ook om geld te genereren. Wel met het oog van, ja jongens, ik wil overop.
op een gegeven moment zitten wij in de situatie dat ik, omdat wij niet gepromoveerd hadden, laat ik Marco van Duin laat ik vertrekken. Omdat ik vind dat we milieukeepers hebben die er in de rij staan. Hè. Dus toen heb ik gezegd, nou, op eerste divisie kan dat. Ja, Roy Korsmidt moet het gaan brengen in de toekomst. Dat is heel simpel. Dus je moet ook niet een keeper halen die jong is, want die blijft dan jarenlang keeper. Dus vandaar dat we hebben gezegd van, hoe staan we ervoor? Toen hebben we de situatie gehad dat wij Chenou konden halen. En toen heb ik gezegd, oké, dit is het moment. Chenou is een jongen die de tijd moet overbruggen, zodat Roy Korsmidt de laatste stappen kan maken. Nico, is dit het beste? Want ja, ontevreden spelers, ongelukkige spelers, om die tijd het seizoen bij uit te houden, levert denk ik alleen maar uiteindelijk verliezers op. Oké, okay. Chenou is voor 2 jaar gehaald. Ja, Chenou voor 2 jaar gehaald. Dat wil ik ook even toe. Een keeper van 38 jaar. Je zegt dat bij keepers misschien niet altijd zoveel, maar is dat geen risico? Nee, is geen risico. Nee, stop het of fit. Ik heb de situatie, we hebben van boven tot onder nagekeken, we hebben alles nagevraagd. Kijk, het is niet alleen wij, maar ik noem er iets. Gisteren sprak ik Gentenaar, was bij Jong Sparta, Jong NEC, in dezelfde leeftijdsgroep. Kijk, Roy, die moet het gaan brengen. Als Roy wel of niet haalt, moet hij altijd het vertrouwen hebben van een ervaren man. Geen jonge jongen die hem in zijn nek hijgt, maar een ervaren man die op het einde van zijn carrière is. Ik heb hem bij Jasper Siddels hetzelfde meegemaakt, die heb ik laten debuteren bij NEC. En Babels had ik erachter. Ik zei tegen Babels, je kan heel veel willen, maar jij haalt niet meer jouw top. Jouw top is voorbij, maar je kan wel iets doen. Je kan Jasper coachen, helpen, steunen. Nou, dat heeft hij gedaan. Uiteindelijk kennen we het liedje waar hij hier speelt. En ik denk dat Chenou een fantastische man is om nu te staan. Hopelijk in de slipserie en de professionaliteit Roy mee te slepen. En uiteindelijk hebben wij voor Sparta, ja, ik denk dat wij in, nou, het is al moeilijk om jeugdspelen te zeggen, maar tot en met onder 15 hebben we fantastische keepers. De financiën voor dit jaar. Wat is het actuele tekort voor dit seizoen na de transfer van bijvoorbeeld Strootman? Ik zou het goed niet weten. Nee, dat klinkt heel raar, maar kijk, Strootman-transfers zijn maar afhankelijk of we inzicht krijgen in de betalingsregeling die PSV heeft gemaakt. Iedereen weet wat het transferbedrag is. Maar het transferbedrag van Strootman verwacht ik niet dat het dit jaar betaald hoeft te worden. Volgens mij wordt het, wat ik in de wandel ga gehoord, ik heb niet het officieel nieuws gehoord, er wordt een betalingsspreiding gedaan tot 2018. Dat betekent dat PSV het geld tot 2018 in stapjes krijgt. Van die stapjes die PSV dan krijgt, krijgen wij ook weer stapjes. Jaarlijks. Jaarlijks. Betekent dat wij recht zouden hebben op 6,5 ton. Ongeveer dat bedrag zouden krijgen. Dat zullen wij dus niet dit jaar krijgen. Dat zullen we dus ook in stapjes krijgen. Dus we zijn dan afwachten wat de KNVB zegt wat we dit jaar mee mogen nemen. Want dat is een nadeel. We lijken een ondernemer te zijn, maar we vallen onder het reglement van de KNVB. We moeten de financiële cijfers en goedkeuring krijgen van de KNVB. Dan horen we van de KNVB hoeveel. Wat voor een bedrag we dit jaar mee mogen nemen, dat zal werken op de tekorten die we hebben. Wat ik nu heb begrepen in de wandelgangen, is dat AS Roma een betalingsregeling heeft tot 2018. Okay, maar dat is nadelig, dat is heel nadelig voor Sparta, dat is ontzettend nadelig. Ik wou net zeggen, want het verhaal dat de transfergelden van Strootman ervoor zorgen dat jij een sluitende begroting hebt, dat klopt dus helemaal niet. Dus de 6,5 ton moet je dan delen door 4, dat betekent misschien dat je een kleine 1,5-2 ton bij mag schrijven. Nou, dat komt dus niet zo best uit. In welke orde van grootte ligt het tekort dan dit jaar? Nou, ik denk als we alles heel open doen in het nieuwe jaar, en Sparta is een redelijk open club, ik denk dat we gestart zijn op 1 juli 2013 met een tekort van 2 miljoen. Het wordt weer gedekt aan het einde van het seizoen als we te weinig hebben door onze gulle sponsor. Nee. Kijk, op de eerste plaats moet je, en dat is echt de streven van de Raad van Commissarissen en van het managementteam, wij moeten zelf onze broek ophouden. Dus we zijn op de eerste plaats heel creatief aan het kijken naar bezuinigingen. Nou, die zijn er niet veel. Kijk, hoe je het went verkeerd, op het kasteel kun je niet meer bezuinigen. Want je kunt zeggen, ja, we gaan het torentje minder gebruiken. Ja, zo werkt het niet. Jeugdopleiding kunnen we niet doen, want dat is gewoon vast. Dat onze business, de organisatie is zo kaal geworden. Mensen moeten bij ons echt bijna 3 keer zoveel doen wat ik heb gezien bij andere clubs. Dus we gaan heel hard werken. Dat betekent aankomend jaar veel etentjes met de sponsoren. Aardig zijn, slimme acties zijn. We hebben een paar mensen in de organisatie die echt heel creatief zijn om goede deals te maken. En ik noem maar iets. Kijk, vorig jaar hebben we voor het eerst vanaf januari tot mei op commerciële begroting denk ik nog een 2,5 ton gehaald
In het verleden was het bijna dat we geen extra inkomsten kregen door middel van acties. Mogelijkheden hebben we 2,5 ton binnengehaald. Je kan nu een oproep doen naar de supporters. Stuur mij 2 miljoen ideeën. Stuur mij met een idee die 2 miljoen binnen kan halen. Graag. En als ik kan morgen, dat ik in één keer 2 miljoen heb, dan kan ik stoppen met een x aantal activiteiten. Maar wij zijn echt aan het luisteren. Want ik vind, je moet als directie, en zeker een club als Sparta, moet je heel dicht bij je supporters staan. Luisteren naar creatieve ideeën, mogelijkheden. En soms lees ik ook wel eens een keer ITBM, maar soms lees ik andere bladen. En denk ja. Zou dat werken, zo'n idee? En dan zegt hij een MT en dan praten we erover. Dus we doen er wel iets mee, want dat is heel terecht. Je moet je als club zijn en niet je oren sluiten. Maar tot nu toe hebben we geen idee gehad. Kijk, ik lees ook wel mensen, ja, maar die kan wel een miljoen missen. In Nederland is het niet zo dat mensen nog een miljoen kunnen missen. En heel simpel, als ik morgen de prijs voor de consumptie verhoog, om wat meer geld in binnen te krijgen, krijg ik heel de supporterschare op. En als je gast bent, en we hebben die filosofie, moet je mensen, eigenlijk vind ik dat het drank zo goedkoop mogelijk moet zijn, omdat ik gastheer ben. Maar goed, dan kan je in plaats van dat de filosofie van pro-supporter wordt gevolgd, wat ik dan wel eens lees met borden, dat je verantwoord met alcohol moet gaan. Als je zegt dat iedereen zoveel moet mogen drinken, waarom ga je dan niet met bieracties komen met zoveel meter voor een spotprijs? Nou, waarom mensen simpel, meer gaan afnemen? Kijk, heel simpel. Je hebt collectieve deals die met Jupiler zijn gemaakt. Mm-hmm. Daarvoor hebben we nu ook een x-aantal activiteiten gemaakt. Maar we hebben nu Jupiler binnengehaald als sponsor van Sparta. Ja. Sponsor van Sparta, afgelopen week hebben ze volgens mij, weet ik niet hoeveel shirtjes het. Ja, dat zag er goed uit. Vooral degene die ze erin schoten. Ik heb die gezien. Nee. Ja, jij wel? Wat gemist. Nou ja, ik kom met een hoop mensen om mij heen. Nee, maar ik heb de dames ook gezien. Maar daarmee zijn we bezig en we zullen daarin ook wel wat acties doen van. Dan hebben we gezegd van, nou oké, okay, Jubilair League, wij hebben sowieso, als wij een sponsor hebben met Jubilair, hebben we gezegd van, nou je bent niet een sponsor van ons en daarmee doen we niks. We gaan kijken hoe kunnen we samen Jubilair meer inhoud geven aan een sponsorovereenkomst. Dat betekent dat we sponsor launch gaan verbouwen wat, we willen wel wat acties ondernemen, hoe kunnen we acties ondernemen, en. Dat gaan we los doen van de collectieve deals die we de CD zetten. Die grove kaders die komen er dus op neer dat in de eerste divisie Sparta niet kiek kan spelen. Eigenlijk altijd verlies leidt. Inderdaad. Waar leidt het op lange termijn toe? Nou ja, kijk, we hebben de 26 augustus heb ik weer een hele belangrijke vergadering met de Raad van Commissarissen. We kunnen het seizoen 13-14 prima doorkomen. We komen niet in de liquiditeitspositie. Er zitten dat we niet de salarissen kunnen betalen, dus we kunnen al onze verplichtingen nakomen dit jaar. Ik ga met de Raad van Commissarissen ben ik bezig op 26 augustus om 14-15 financieel af te dekken, neer te zetten, mogelijkheden doen, maar ook de koers weer bepalen. Waar willen we naartoe? Wat voor stappen kunnen maken? Slecht scenario, dat je weer eerste divisie speelt. Goed scenario, in de Eredivisie. Ja jongens, ik wil niet flauw doen, maar die 5 minuten tegen Roda. Ja, dat heeft denk ik 5 miljoen gekost. Is het salarisplafond nog steeds actueel bij Sparta? Ja. Ja? En dat geldt voor alle spelers? Ja. Ja? Ook Donovan Slijngaard bijvoorbeeld, die ooit nog een eredivisiecontract had? Ja, Donovan, kijk, Donovan moet je een heel groot compliment geven. Want Donovan heeft niet het afgelopen jaar goed gespeeld. Want ja, daarvoor heeft hij heel goed gespeeld. Dus, en toen liep zijn contract af en toen heb ik hem een aanbieding moeten doen die vele duizenden euro's minder was. En daar heeft hij ja tegen gezegd. En die zit ook ondertussen ook onder het salarisplafond? Ja. Oké. Okay. Zit er nog spelers boven het salarisplafond? Nee. Geen Johan Voskamp niet? Nee. Ja. Nee, kijk, Johan Voskamp, wat hebben we gedaan? Kijk, we hebben heel veel energie gestopt in het verhaal wat we hebben. En we hebben Johan Voskamp ook gekeken van de toekomst na zijn voetbalcarrière, toen hij redelijk jong is. Wat wil hij? Die jongen is misschien een schrijver, wil hij trainer worden. Daar willen we medewerking aan verleden, maar het salarisplafond is bij ons heilig. Oké. Is het salarisplafond ook niet opgehoogd sinds verleden jaar? Nee. Toen had je het over 80 miljoen? Nu nog. Nog steeds. Een heel ander onderwerp. Misschien wel iets waar je eigenlijk in jouw positie niet te veel over mag zeggen. De Raad van Commissarissen. Vind je het niet jammer dat je daar met niemand kan schakelen over technische zaken? Volgens mij is dat. Waarom mag ik er niks over vertellen? Nou, in principe is het een min of meer controlerende functie van jouw functioneren. Ze controleren mij, maar kijk, ik ben William Vloeten, we zijn Sparta, we zijn een hele open club. En dat willen we ook zo houden. De Raad van Commissarissen
is zeer vakkundig. Laat ik dat heel even opstellen. Ik denk niet dat je altijd voetbal-know-how moet hebben om erover te stoeien. Soms heel moeilijk. Maar nu is dat bijna niemand, of eigenlijk gewoon helemaal niemand. Nee, als je heel, simpel kijkt naar de RFC, zit er geen voetbalman in of geen sportman. Want soms is niet alleen een voetbalman noodzakelijk. Ik zag dat Joop Albe daar bij AZ zit. Dat is volgens mij een topsportman. Maar ik denk dat er op korte termijn wel wat verandering in gaat komen in de Raad van Commissarissen. Ik zeg Korpot. Wat zeg jij, Jaap? Ik zeg eigenlijk helemaal niets. Ik zou het niet weten. Ik heb geen glazen bol. Zijn er al namen bekend bij jou toevallig? Ja, natuurlijk is het bij mij bekend. Wij hebben het ook heel simpel. Ik denk dat een man bijvoorbeeld door hier net wordt genoemd, de Korpotte, een fantastische toevoeging is. Het wordt dus een Korpot. Zet hem er even op het lijstje. Ik zit hier en ik kan heel slecht. Ik zit hier niet om leugens te dingen. Ik kan ook niet ontkennen dat mijn Korpotte gesprekken zijn geweest. Alleen. Ik ga niet over de Raad van Commissarissen en ik wil ook niet hebben dat ik hier zit en dadelijk naar buiten ga en jullie morgen lezen dat is Korpot. William, is het, heb je zelf ooit overwogen of is het ooit met de Raad van Commissarissen besproken om je functie van technisch directeur over te dragen aan een technische commissie of aan een andere persoon? Ja, maar dat is ook niet zoveel geheim. We hebben een intern beleidsplan. En de bedoeling is dat als we een jaar in de Eredivisie zouden spelen, de functie technische directeur en algemeen directeur gesplitst zou worden, dan zou er alleen een algemeen directeur zijn. Dan zou je met drie managers gaan werken, financieel manager, commercieel manager en technisch manager. Is allemaal beschreven, wist ik al, we hebben samen die plannen met het MT-team, die bestaat uit 5 mensen, hebben we beschreven. Daar hebben we zelfstandige stappen in gemaakt, het is allemaal akkoord gevonden door de Raad van Commissarissen. Dus op het moment dat we promoveren en een jaar dan, ook financieel gezien, want het puur natuurlijk ook met de financiën te maken, zal ik de functie van mijn gespits worden. Krijgt Sparta ooit kunstgras en zo ja, wanneer? Ja, ik denk dat Sparta kunstgras krijgt. Dus ik kan dan wel zeggen, heel stoer van, persoonlijk vind ik het niets, maar dat is iets anders. Ik denk op dit moment dat er een geweldige move in Nederland aan de gang is. Het aantal kunstgrasvelden in de Nederlandse competitie is mega. Dat betekent dat dat niet alleen een beleid is van een club, maar dat wordt dadelijk ook overgenomen door het beleid van de gemeentes. Decentraliseren van de kosten, je bent zelf verantwoordelijk voor, het is niet meer centraal geregeld. Als club zijn, dan moet je dat zelf doen. De markt is bezig. Het aantal wedstrijden op kunstgras gaat toenemen. Ik kan me eigenlijk niet onttrekken aan het feit dat het verschil tussen gras en kunstgras was steeds kleiner. Dat is ook aangetoond. Dat ook Sparta in die stap gaat doen. Ik ben heel blij. We lopen op heel veel gebieden lopen wij voorop. Dat we op dit gebied niet voorop lopen. Waarom zit Adrie Bogies hier niet? En wel jij? Nee, maar kijk, we hebben met ITWM hebben afspraak gemaakt dat ik hier elk jaar zit. Dat heb ik met volle verstand gedaan. Dat vind ik ook prima. Ik vind het ook zo hoort. Als vertegenwoordiger van de club het uithangbord moet je hier zijn. Het is niet altijd even makkelijk, want je weet dat je kwetsbare vragen krijgt, moeilijke vragen. Dat hebben we gedaan en daar komen ook mee de afspraken in. En verder is hebben we een bepaald mediabeleid dat mensen wel of niet gevraagd worden en wel of niet aanwezig kunnen zijn. Dat moet je ook zien. Ik denk dat het ook een bepaalde groei is. Je ziet, vind ik, heel afgelopen tijd, maar ja, misschien dan moet je het maar verbeteren. Ik vind dat de relatie bijvoorbeeld met ITWM en Sparta steeds verbeterd is. Het is niet meer aanval en verdediging of aanval andersom. Het is een rustiger, denk ik. Er wordt op een volwassen manier gesproken. Ook met de sportsvereniging vind ik op een volwassen manier gesproken. Dat is een groeimodel. En je komt ergens vandaan, vanuit een soort spanningsveld. Van hoe ga je met elkaar om en angstig en dit. En ik zit hier, vorig jaar zat ik ook gespannender als nu. Nu zit ik gewoon heerlijk relaxed. Ik zit hier. Maar Nee. Of toen hebben we een knuffel voor je, maar alleen een technisch gebied jij. Maar dat is, dat moet groeien. En ik vind ook dat we elk jaar moeten evalueren hoe het is gegaan, hoe dat staat. Over Adrie Bogies nog even. Uiteraard zijn we blij dat jij hier bent. Ik vond het een interessant gesprek. We hebben ook Adrie Bogies gevraagd. Daar kunnen we ook een interessant gesprek mee voeren. Sparta heeft voor Adrie Bogies besloten dat hij hier niet mag zitten. Is dat niet een beetje raar? Het is een volwassen man die daar zelf ook keuzes in kan maken. Natuurlijk. Maar kijk, zoals Adrie Bogies een volwassen man is,
heeft hij ook een bepaald beleid die we met de club neerzetten. Adrie Bogus, met volwassen man, hoe je het bent verkeerd, kan het niet zeggen, we gaan in één keer in een blauw shirt spelen. Nee. En Adrie Bogus kan ook niet in één keer besluiten, hoe het is, we gaan niet met de pers praten. Sparta besluit met welke media Adrie Bogus praat? Sparta heeft een bepaald beleid, wat wij elke keer doen evalueren en nadenken, met wie we wat aan de slag hebben. Dus wij zeggen ook tegen Adrie Bogus van luister eens, jij kan niet zeggen, ik ga besloten trainen. Dat is een clubbesluit. Je kan niet zomaar, zoals ik deze week bij Excelsior lag, we gaan besloten trainen. Als Sparta zijn, doen we dat niet. Als we dat gaan veranderen, doen we dat communiceren, dan mag hij dat niet zelfs dan doen. Hij mag ontzettend veel dingen doen, maar er zijn ook zaken die met ons te maken hebben. Dat wij bijvoorbeeld vinden dat hij voor de wedstrijd een perspraatje moet houden. We gaan zachtjes aan, gaan we afronden. Even in de glazen bol, gaan we dit jaar promoveren, William? Ja, kijk, ik ben geen waarzegger, maar als je vraagt in mijn hart, jongens, ik wil niks liever dan als ik kan al in maart. Zo simpel is het. Dat komt uit mijn hart. En stel nou dat we in de winterstop 15 punten achter staan. Gaat dan een plan B in werking? Nee, zeker niet. Plan B wordt gecreëerd op 26 augustus, wat ik heb gezegd. En plan B heeft met name over een stuk financiën te maken. Ik denk als wij in de winter op een mega achterstand staan, dat er niet plan B in aanraking komt, dat dan de noodsituatie ontstaat en dat we dan weer allerlei andere doen. Maar plan B is echt gericht op de financiën, dat wij de continuïteit van Sparta willen waarborgen. En dat naar 14-15 toe. En dan willen we 26 augustus al klaar hebben. Oké, duidelijke zaak. Mochten we niet gepromoveerd zijn aan het eind van dit seizoen, is het dan exit William Vloed? Nou, als het mij ligt niet. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Als ik vind dat ik geen bijdrage... Vind je het leuk bij Sparta? Heb je nog mee zin? Ja, ik heb het heel goed naar mijn zin. Heel goed. Afgelopen jaar heb ik ook keuze. Het is niet makkelijk lijkt me. Nee, maar afgelopen jaar heb ik ook keuze gehad om naar andere clubs te gaan. Omdat men wel ziet dat je als technisch directeur en algemeen directeur bepaalde stappen maakt waarvan men de buitenwacht zegt van nou, zo gek is dat toch niet. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Bevalt me heel goed bij Sparta, bevalt me goed in Rotterdam. Ik vind dat ik op moet stappen op het moment als de club in zijn totaliteit geen enkele vooruitgang meer boekt. Nou, het klinkt heel gek, die laatste 20% ben ik niet verantwoordelijk voor, dus niet om af te schuiven. Maar de andere 80% ben ik ook niet verantwoordelijk voor, maar wel leidend in. Nou, dat doen we met een groep van een man of 5, 6, doen we dat fantastisch. En daar sluit iedereen aan als ik zie hoe we daar een groei mee maken. Ja, dan vind ik gewoon dat Sparta er weer prima op staat. Oké, dus als het aan jou ligt, dan volgend jaar hebben we weer een afspraak met elkaar. Zit ik hier weer in augustus, weer voor 1,5 uur, maar wordt dan weer 3 uur. Oké, nou, dan gaan we daarmee afsluiten voor deze aflevering. Uiteraard zijn we dit seizoen nog een paar keer bij u terug. Minimaal 5 keer met de meest diverse gasten. Maar dat blijft nog even een verrassing. Rood-witte groet. William, hartstikke bedankt. Graag gedaan.